Een boete van 1000 euro voor laster en eerof. En waarschijnlijk 72 uur werkstraf. Uw vriend, niet de mijne. Nice! Very nice! Er staat daar weer zo'n lift. Er zijn weer mensen aan het verhuizen of zo. Dit uitzicht is waarschijnlijk veel minder dan die toen ik op reis was. Ja. Fact. Het is vandaag woensdag. Het is tijd om mij te scheren, want ik ben echt een baard aan het krijgen. Wow, joh, ik ben echt een man aan het worden. What the fuck. Dan gaan we veel dingen doen. Ik ga naar de kapper en zo, maar ja, er is een grotere reden waarom ik deze video maak. Snap je? Normaal vlog het nooit. Ja, ik heb een brief gekregen van mijn goede vrienden. Ik ga... En altijd als het een belangrijke dag is, dan draag ik geile sokken. Er is wel iets fucked gebeurd, maar... Vriend, ben jij hier ook al? Ja, ik dacht het al, maat. Laag, chillende. Ik weet dat ik mijn keuken al getoond heb aan jullie, maar... Snap je, ik wil nog één iets tonen. Ik wil dit kastje tonen. Check dit. Het is niet zo speciaal, maar... Godverdomme. Woehoe. Very nice. Nee. Dat ging een beetje minder smooth dan ik had gedacht, maar oké. Wat is er... precies gebeurd. Ik heb gisteren dus een brief gekregen van de politie. Ik dacht van, oké, er gebeurt soms iets, het is nooit iets speciaal. Maar weet je, als het fucked is, dan zie je dat direct. Dan zie je dat direct vanaf je de blaadjes eruit haalt, dan zie je direct in grote letters dat het fucked is. Als je proces verbaal ziet staan, in grote letters, ja, dan weet je dat het fucked is. En op mijn brief staat er dat hele uitnodiging tot verhoor. Ja, dat is vandaag. U dient zich met deze uitnodiging aan te bieden op het politiekantoor gelegen te 8370 Blankenbergen op 21 februari tussen 2 en 9 uur. Waarom? Dat is het fucked opste, maar als jullie een beetje nadenken, dan weten jullie wel waarom. De reden waarom ik moet gaan. U zal gehoord worden over feiten die u ten laste worden gelegd en die een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd. Meer bepaald... inbreuken op de wetgeving in zaken de bescherming van het privéleven. What the fuck? Ik weet niet wie, dat ga ik straks weten. Is klacht gaan indienen bij de politie voor mij, omdat die in mijn video zit zonder dat hij dat wil. Ik ben echt fucking benieuwd wie dat is, want ik wil weten of ik terecht naar de politie moet of niet, want... Wow, deze brief, dit is een strijk in het achterleven. Het enige waarvoor ik een beetje bang ben, is dat hier dus echt wel duidelijk is dat... waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd. Vrijheidsstraf. Het klinkt gevaarlijk veel als fucking gevangenis of zo, maar... uitnodiging meerderjarige verdachten. Het is fucked, als ik nu iets verkeerd doe, dan er zat een blaadje bij waarop mijn rechten staan. Dus dat maakt mij ook wel een beetje fucked. En dan zit er ook een blaadje bij die zegt dat ik een advocaat mag meebrengen. Plus, ik heb zwijgrecht. Dat staat hier heel mooi. Dus dat betekent dat ik mijn bek mag houden. Dat betekent als zij dingen vragen waarop ik niet wil antwoorden, dat ik gewoon... zoiets mag doen. Dus, nice. Het gaat gezellig worden bij de politie. Welkom bij mijn real life strijk. Dit is de allereerste keer dat ik real life strijkt word. Nou, de tweede keer, man. Nu ben ik meerderjarig. Dus, ik moet om 1:45, of ja, gewoon vanaf 1:45 mag ik naar de politie gaan. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier een video van aan het maken ben. Misschien ook eens meer op mij, maar wordt leuk. Ik ga misschien ook naar de kapper. Ik ben twijfelend. Dus snap je, naar de kapper gaan is niet chill. Maar, eerst gaan we nog een beetje Fortnite. En dan ga ik naar de politie gaan. Ik neem jullie mee. We're chill, boys. Wat moeten de mensen thuis nog weten over de politie? We gaan ze slopen. Het is iets na twee. Nooit op tijd komen als je naar de politie komt. Want je zal altijd er toch nog een uur wachten. Dus ik ga mijn camera gewoon meenemen. Ik ga gewoon even scheid hebben aan hem. En snap je, er staat nergens in die brief dat ik geen video mag maken over mijn verhoor. Dus ja. Ook heb ik een gouden nagelknipper. Ik weet niet of je dat ooit al hebt gezien, maar... Het is een fucking gouden nagelknipper. Het is goud om je fucking nagels te knipperen. Wow. Mijn mama heeft gezegd dat ik niet te stoer mag doen bij de politie. Dus ja, ik ga niet stoer doen. Maar ik ga na het politiegesprek, als het nu goed was of slecht, gewoon wel naar mijn mama gaan en zeggen tegen haar dat ik een celstraf heb of zo. Dat ik naar de gevangenis moet. Dat ik het verneukt heb en dat ik een boete heb van 10.000 euro of zo. Ik ga gewoon normaal doen, maar ze moeten geen stoere vragen stellen aan mij, want dan zwijgplicht. Dan ga ik gewoon mijn bek houden. Dus ja. Let's go to politie. Ik ga mijn onderneming gaan beschermen bij hen. Ja. Godverdomme, altijd leuk om hier te zijn. Geweldig gevoel. Snap je, nu wil ik wel een leuk prentje voor de thumbnail. Politie Blankenbergen. Uw vriend, niet de mijne. Dat is de quote van de dag. Wordt cool. Jee. Zoals gedacht, het gaat weer lekker snel bij de politie. Godverdomme, man. De politie. Uw vriend,
Niet de mijne. Oké, ik heb daar een half uur gezeten. Ja, ik heb het gehad met wachten en ik heb honger. Dus ik ga om eten en dan kom ik terug. De politie, tot straks. What the fuck? Ik kom te laat, maar zij komen nog later. Nee, dat gaat niet. Ik heb geile sokken aan. Dat betekent dat het een belangrijke dag is. Ik kom straks wel eens terug. Er was daar ook een meneer die nog voor mij moest. Dus politie, ik ga een broodje halen. Die mevrouw die mij moest verhoren, ik weet het niet, ik snap het niet goed, was op interventie. Er was nog een meneer die voor mij was. Dus nu ben ik lekker aan het picknicken recht voor het politiebureau. Gezellig. Gezellig. Ja, de picknick was gezellig. Jeep. Sowieso. Nu terug naar de politie. Dag politie, nog goedemiddag. Het ging wel goed, denk ik. Zij er zelf van, ik denk niet dat hier nog iets van gaat komen. Ik leg jullie het verder uit. Jullie gaan waarschijnlijk wel lachen. Ja. Kijk, ik heb één bericht. What the fuck, man? Ik ga nu naar mijn mama. Ik ga zeggen dat ik een gevangenisstraf heb en een boete. Dus. Ja. Een boete van 1000 euro voor laster en eeroof. En waarschijnlijk 72 uur. Werkstraf. Ja, kan gebeuren, hè. Het is niet waar, hoor. Helemaal niks. Ze zei zelf dat ze er waarschijnlijk niks mee gaan doen. Haha, hier is mijn verklaring. Ik vind dat niet leuk, deze. Mijn verklaring heb je daar. Je gaat lachen voor wat dat is, hoor. De zegbies. Ze komen er ook laat mee. Ze komen er ook laat mee, ja. Het was ook helemaal niet terecht. Maar ik vertel jullie wel meer als ik thuis ben. Ik vertel heel het verhaal aan mijn mama. De eerste reactie dat ik krijg daarna. Je haar. Ja. In plaats van te zeggen dat ik dat goed heb gedaan of zo. Nee, eerst zag dat mijn haar niet maar mooi is. Maar je hebt heel goed gedaan, maar wat is er met je haar? Het is weer ontploft. Er is toch niks raar aan mijn haar? Godverdomme, man. Mijn mama heeft hier een geweldige collectie schoenen staan. What the fuck? Dit is echt vreselijk. Wow. De fake Air Max. Niet denken dat mijn mama in de schoenenhandel zit of zo. Dat zijn de schoenen vol de poetsvrouwen. Nice. Ik ga naar huis. En ik ga jullie vertellen wat er is gebeurd bij de politie. Wat is er allemaal gebeurd in het politiebureau? En waarom heb ik zo een... Ja. Ik ben echt stervende vrienden. Over een paar maanden ben ik dood. Waarom ben ik blauw? Hallo? Oké. Okay. Kijk, dus. Hey guys. Oh, godverdomme. Hey guys, it's scarce here. Hoe was het bij de vlekken? Leuk. Echte vlekken. Ik heb mijn verklaring. Hier ergens. Waar is die? Waarom verlies ik altijd alles? Ja. De verklaring is weg. Ik ben hem al kwijt. Natuurlijk mag ik niet zeggen precies over wie dat ging en wie daar klachten heeft ingediend tegen mij, want dan zou ik mezelf echt gewoon nog eens neuken, denk ik. Enkele maanden geleden, in november, toen heel die Zegbie heisa bezig was, heb ik dus een paar video's gemaakt over hun en in één video ben ik erover gegaan en dan heb ik ook zo'n brief gekregen van de advocaat en zo. Daarover ging heel het ding. Het ging niet over hetzelfde, maar het ging over iemand anders die ook in die video zat, die klachten had ingediend omdat ik zijn privacy geschonden had. Dat is fact. Want de politie zei van ja, heb je foto's genomen van hen, heb je nog gefilmd zonder dat zij het wisten, heb je beelden van hen gemaakt? Nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik heb gewoon een Instagram en een Musical.ly account getoond en daar stond er iemand op. De video ging niet eens daarover, het ging over iemand anders. En die persoon heeft dan klachten ingediend tegen mij, maar de politie zei zelf ook van ja, als dat allemaal niet waar is, dan is er niet echt een probleem, denken wij. Zo fucked up is het dat ik al die shit heb moeten verwijderen en dat ik dan nu, 3 maanden later, word naar de politie geroepen en zo op pv krijg om een verhoor te gaan afleggen daarvoor. Ik heb allemaal shit moeten zeggen, enkele vragen van die politieagent was, ja, waarom upload jij filmpjes op YouTube? Dan zat ik daar zo, ja, omdat dat mijn werk is of zo. En toen keek die politieagent is zo naar mij zo... Oké, okay. Toen moest ik ook mijn naam zeggen, van ja, wat is jouw YouTube gebruikersnaam? En toen zei ik Acid, en zij zei Acid, en ik nee, Acid, politie. Ze waren wel vriendelijk, ik kan niet klagen, de politie blanken, maar ze waren chill. En even een bericht aan de persoon die mij heeft aangeklaagd, want ik weet dat hij deze video aan het kijken is, denk ik. Ja, als jij jou zo gekwetst voelt door wat ik heb gedaan, wat ik ook al niet echt begrijp, want... sorry.
Dat was een gemeende story. Ik vind het jammer dat mijn verklaring hier niet ligt. Waarschijnlijk ligt hij nog bij mijn mama. Er stond toch niks belangrijk en die mevrouw van de politie zei ook, ik denk niet daar hier nog iets mee gedaan gaat worden. Dus, ha! We good! Toch moet ik even zeggen tegen jullie, pas op met die privacy shit, want ik ben er nu met, ja, ik wil niet zeggen geluk, want ik had niet geluk, want pas op, mooi op YouTube zetten, want je kan al heel snel iemand zijn privacy schenden. En als dat wel fucked up is en als je wel echt helemaal verkeerd bent, ja, dan ben je de lul. Want de politie zei het ook, het staat in het wetboek. Nee, geen privacy mag schenden van mensen. Ik ben ook niet naar de kapper geweest, terwijl mijn mama al enkele weken zag dat ik naar de kapper moest gaan, maar nee. Vrienden, neven, broers. De politie zegt dat ze echte broers zijn. Ja, ze zijn fake broers, maar ze doen alsof ze echte broers zijn. Snap je? Zo, mensen. Tot de volgende keer. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben blij dat er niks is gebeurd, want ik had wel een beetje stress. Maar dus, hey, later. 'Betere YouTubers, creatieve YouTubers, grote YouTubers, kleine YouTubers, maar vooral helle.